En dat met aankleding, dat met een klein extraatje, dat met een mooie fles wijn. Ja, dat is voor ons heel belangrijk. Dat gewoon die hele restaurant, het restaurantgevoel, dat wij dat bij mensen thuis kunnen brengen. En dat vinden we fantastisch. Nijmegen Culinair is een van de winnaars van ondernemerspitches Rijk van Nijmegen. De campagne verzorgt kerstdinerpakketten voor Nijmegenaren die in stille armoede leven. Nou ja, het concept is natuurlijk een restaurant cadeaukaart voor regio Nijmegen met de beste restaurants uit de regio en waar een deel naar lokale goede doelen gaat. En we wilden al iets doen tegen armoede en kwamen in contact met Quiet Nijmegen, waar 250 Nijmeegse huishoudens bij aangesloten zijn die in stille armoede leven. En het doel is om al die mensen een uitgebreid kerstdiner te geven van alle deelnemende restaurants. En vandaag hebben we de eerste 278 mensen die we een kerstdiner gaan brengen. Dus ik ben nu bij restaurant Puur Saan in Bergendal, waar er heel veel dozen klaarstaan en waar alles nu klaargemaakt wordt. En ik ga zelf straks langs de deuren en het bezorgen. Een van de deelnemende restaurants is Puur Saan in Bergendal. Ze leggen uit waarom. Eigenlijk omdat we vorig jaar ook al gelijksoortig iets hebben gedaan. Maar ja, nu omdat we als zelfstandig ondernemer eigenlijk nu werken, daar geen tijd meer voor hadden. Dus toen we benaderd werden of hier aan mee wilden doen, was meteen natuurlijk ja. Want ik wilde het heel graag doen. We hebben het ook al eerder dit jaar geprobeerd met Pasen. Het kreeg het ook niet van de grond omdat we gewoon te druk waren. En ja, op deze manier kunnen we toch wel echt een bijdrage leveren. De medewerkers van het restaurant zijn de hele dag druk in de weer om de pakketten te verzorgen. Ja, inpakken. we zijn eigenlijk al de hele dag bezig in de keuken met alles voorbereiden. Inpakken, het eten wordt in ieder geval zoveel mogelijk gevacumeerd meegegeven. Dat mensen het zowel vandaag, maar ook morgen of overmorgen klaar kunnen maken wanneer het hun uitkomt. Letterlijk gewoon in een pan met heet water. Dus het is ook weinig arbeid voor thuis. Niet moeilijk, maar wel een hele fijne, mooie kerstmaaltijd. Dus dat wordt nu ingepakt. En dan gaan wij straks de dozen inpakken met de broodjes en de lekkere dingetjes die erbij komen. Ik denk dat het heel mooi is om het ook echt zelf daadwerkelijk te kunnen geven aan die mensen. En dat dat misschien wel het mooiste onderdeel is om mensen echt blij te gaan maken. Dus ja, heel blij dat ik ook kan bijdragen eraan. Nou, het belangrijkste is natuurlijk gewoon die kerstgedachte voor thuis. En kijk, alle restaurants hebben het moeilijk. Deze mensen hebben het altijd moeilijk. Dus als we elkaar een beetje kunnen steunen in lastige tijden, dat is voor ons natuurlijk wel de ultieme kerstgedachte. Ik had de kinderstoeltjes eigenlijk eruit moeten halen. Past allemaal net.